Hoi, ik ben Anne van Terug naar Eden. Dit filmpje gaat over de vlier, de vlierbest met name. Ik heb hier een vlier staan en achter de kippenhok heb ik twee vlieren staan. En ik had al een eerder filmpje gemaakt van het fruit in september wat hier te oogsten is. En nu zijn we wat verder in september en nu zijn dus de vlierbessen rijp. Dus die ga ik nu oogsten. Ik heb nu een emmer vol afgeknipt. Daarbovenin daar zit er nog veel meer. Maar dan moet ik een ladder gaan pakken om daarbij te kunnen. En er mag ook nog wel wat blijven hangen om vogels naar de tuin toe te lokken. Dus ik ga nu naar binnen en dan ga ik laten zien hoe ik die bessen verwerk. Ik heb een deel van de vlierbessen. Heb ik schoongemaakt. Daar heb ik dus echt de rijpe besjes afgehaald, gewassen en ja, misschien dat er ergens nog een heel klein stokje in zit, maar ja, dit is dus schoon. En dit ga ik combineren met de bramenoogst van vandaag, tenminste het grootste deel ervan. Dus dan gebruik ik de vlierbessen in zijn hele vorm. En dan heb ik nog meer in mijn emmer zitten. En hier ga ik sap van maken. Dus hier knip ik even de meeste bessen eraf. Dat ik zoveel mogelijk van de steeltjes en de stengeltjes er vandaan hou. Hou ik dit een beetje over. Nou, als ik dat dan klaar heb, dan ga ik weer even verder met het filmpje. Ik ben bijna over de helft. Ik ga een keer mijn emmertje legen. Dit ga ik aan de kippen geven. Voor kippen zijn vlierbessen ook goed. Hier zit er nog een enkele rijpe tussen. Die pikken de kippen er wel tussenuit. En het begint ook buiten te schemeren. Dus ik moet ook de haan terug in zijn hok doen. Dat vind ik eigenlijk altijd wel grappig om te zien hoe die haan de weg naar zijn hok terug weet. We hebben hem even gescheiden zitten omdat hij behoorlijk fanatiek is en bepaalde kippen de ruggen helemaal kaal zijn. Zo vaak dat die haan erop gesprongen is. De kippen even rust en dan als alles weer hersteld is, dan gaat hij weer terug. Dus ik ga even naar buiten en laat ik dat even zien. Zo leuk als je hier s'avonds door de tuin heen loopt, hoor je al die krekeltjes. Eentje zit al mooi opgesloten. Aan deze geitenuitloop, daar zit de haan. Die zit nou in het binnenhok, omdat hij het al te donker vindt. En de kippen, die zitten ook allemaal al op stok. Kijk maar, daar zit het hele spul. Ik weet niet of dat een beetje te zien is, het is natuurlijk al donker. Oh, kijk, de haan die is hier al tevoorschijn. Dus ik moet even kijken hoe ik de camera neerzet, zodat jullie dat kunnen volgen. Want ik ga daar het deurtje open doen. En dan moet hij zo hier omheen en dan komt hij zo richting de camera gelopen en dan rent hij naar zijn hok. Dus ik zal eerst het emmertje even legen, in de kippenren, kippenhok dicht doen. En dan gaan we deze grote jongen naar zijn nachthok brengen. Nou, ik hoop dat het te zien is.
echt een lange stok bij. Dan kan ik hem heel mooi naar buiten met doen begieren. Dan komt hij aan. En daar gaat hij. Hij weet helemaal zelf de weg. Nou, daar loopt hij zo. Zijn nachthok in. Even lampje aan. En nu hoef ik alleen nog het deurtje dicht te doen. Zit hij nog wat langer in donker? Nou, leuk hè? Ik heb nu beide pannen opstaan. Die van de vlierbes, alleen die begint al te koken. Ik heb er een klein beetje water bij gedaan. Zodra het heet wordt, dan gaan de bessen ook hun vocht loslaten. Dit laat ik zo 10 minuten, een kwartier zachtjes sudderen. Hier en daar ontsnapt er nog een beestje, een miertje. Deze pan met de bramen en de vlierbessen door elkaar ook hetzelfde. Een klein beetje water. Laat ik ook 10 minuten, een kwartiertje zachtjes sudderen. En dan kom ik weer op het filmpje terug. In de tussenliggende tijd dat alles lekker staat te sudderen, ga ik even een kopje thee drinken en een kopje koffie naar mijn man brengen. En ik heb van het fruit van onze tuin en wat ik gekregen heb, ik krijg ook appels en peren van andere mensen, heb ik hier een heerlijk taartje gemaakt. Er zitten bramen in, frambozen, appel, pompoenpitjes, havermout. Dus daar gaan we even lekker van genieten. En dan kom ik zo weer terug op wat ik met de vlierbessen ga doen. Dus tot straks. De vlierbessen hebben inmiddels hun kooktijd gehad. Ik heb een vergiet voorbereid. Dit was ooit een oud t-shirt. Dus dat is een flexibele stof. Dat heb ik nat gemaakt en weer uitgevrongen. En ik ga de inhoud van de vlierbessen plus nat ga ik overdoen in het vergiet. Dan gaan we het in uitlekken. Een beetje een uitdaging om het er allemaal in te krijgen. Ik zal het even een beetje aandrukken. Kijken of ik er vast wat sap eruit kan drukken. Want anders gaat het er te veel overheen. Ik moet even wat sappen zien uit te drukken, dan heb ik weer wat meer ruimte over en kan er weer wat meer bij. Nou, nog een poging om het laatste restje erbij te krijgen. Gevulde pan. Druk daar voorzichtig nog een beetje aan. En dan vouw ik de rest van het doek eroverheen.
wel uitkijken, want het is natuurlijk allemaal kokend heet. En dan draai ik hem een beetje dicht. Ik heb hier ook al wat fruitvliegjes in huis. En dan laat ik hem zo staan. Ik zal het even van dichterbij laten zien. Kijk, ik laat hem zo ingepakt staan. Er kunnen geen fruitvliegjes bij. Ik haal hem morgen nog een keer door de zeef heen, daar niet van. Nou, zo laat ik hem nu gewoon de hele nacht staan. En dan is het morgen afgekoeld en dan kan ik het morgen met de hand helemaal uit gaan wringen en uit gaan drukken. Dan hou ik het sap over en dan kom ik er weer op terug. Ik pak de draad weer op met betrekking tot het maken van sap. Ik heb het dus zo de hele tijd laten staan. Nu ga ik er eerst even wat massa uithalen. Want tenzij je een grote, stoere, zelfvoorzienende kerel bent, met flinke, grote handen, dan krijg je dit wel in één keer uitgeknepen. Maar ik doe er even ongeveer de helft uit. Dan krijg ik iets minder massa en dan krijg ik dat wat makkelijker uitgedrukt en uitgeknepen. Net rauwmelkse geitenkaas gemaakt. Ik denk, maak eerst de kaas maar, want je krijgt wel flink kleur aan je handen. Of je moet handschoenen aandoen. Nou, ik vouw het doek weer dicht. Ik zet dit even aan de kant. Dan zet ik dit in de gootsteen neer. En dan ga ik gewoon met mijn gewicht opdrukken. Met mijn vuist gewoon zo erin. En daarom is het ook handig dat het een flexibele stof is. Want doe je dit nou gewoon met een stof die niet meerekt, kaaslinnen of een stuk katoen, dan loop je het risico na verloop van tijd dat die doek meerdere keren gebruikt is, dat hij dan ook gaat scheuren. Dat heb je uiteindelijk met deze ook. Deze is nou ook al flink oud. Maar omdat die flexibel is, duurt dat veel langer voordat dat gebeurt. Nou, ik knijp er zo wat in aan de onderkant. Ik druk er wat in op de bovenkant. En zo ga ik door totdat ik gewoon het grootste gedeelte van het sap eruit heb gedrukt. Ik heb dit ook een keer geprobeerd, als je mijn vorige filmpje gezien hebt van het fruit oogsten in september en het druivensap persen in die pers die ik daar gebruik. Maar deze bessen die zijn zo fijn, die drukken gewoon door de mazen van het net wat in die pers zit en ook door de kieren van de houten latten. En dan ja, gewoon in een diameter van weet ik het, een halve meter tot een meter spet het alles dan onder. Dus dan doe ik dit gewoon op deze methode. Nou, zo ga ik verder. Dan als ik deze uitgedrukt heb, gaat de tweede helft erin. Dan druk ik dat ook uit en hou ik het sap over. En dan zou ik even laten zien hoe ik daar weer mee verder ga. Ik heb nu ruim een liter sap eruit gerukt. Ik heb een heel fijn zeefje. Dan giet ik het nog een keer doorheen. Om echt de laatste restjes die ik er niet in wil hebben eruit te zeven. Dat soms was wat toch over de rand van het doek heen. In de tussentijd geluid dat jullie horen, dat is de waterkoker. Die staat te koken om straks de twee flesjes van een halve liter mee te steriliseren. Dan mocht er nou nog een beestje in zitten, laat het altijd een tijdje staan. Dan kunnen beestjes die daarin zitten kunnen nog ontsnappen uit je pan. Ja, anders is het jammer. Is misschien niet zo'n fijne gedachte. Maar als je alles door een zeef heen doet, dan weet je zeker dat je alleen maar vliebes overhoudt.
wel even een plekje uitkiezen dat als je knoeit of spet, dat het dan goed afneembaar is, want het vlekt natuurlijk gigantisch. Nou, bijna klaar. Laatste beetje druppelt er nog doorheen. Ik heb 100 gram rietsuiker afgehoven. Dat doe ik er ook nog doorheen. Dan gaat de pan op het vuur. Dan ga ik het allemaal warm maken. Ik denk dat ik het nog een minuut of 5 laat doorkoken. En in de tussentijd heb ik dan de flesjes schoon en dan ga ik het overgieten in de flesjes. De kooktijd is voorbij. Ik heb mijn flesjes mooi warm gehouden in de tussenliggende tijd. Trechter schoongemaakt. Wat ik nog even doe. Er ontstaat wat een schuim als je fruit aan het koken bent of sap aan het koken bent. Ik haal even een zeefje er doorheen. Zodat ik dat schuim ook kwijt ben. Nou, nu is de kwestie van erin kippen. Ik maak ieder jaar een aantal flesjes vlier bloesems hierop. Dat is dan van de bloesem, dat doe je dan in het voorjaar. En ook van de bessen die dan in het najaar ontstaan. En ik heb er ook een filmpje van gemaakt over de vlier in zijn totaliteit. En over de geneeskrachtige werking van vlier. Dus die zal ik ook tot het eind van de video toevoegen. Ik ga proberen om dit direct uit de pan te kiepen. Hou ik een heel klein beetje over. Nou, dat doe ik dan wel in een kopje. En dan proef ik of ik dat zoet genoeg vind. Dus deze flesjes die hou ik meer achter de hand als we verkouden zijn. Of als we gewoon ons immuunsysteem wat verder willen versterken. Dan pak ik die flesjes. Ik probeer altijd van verleden jaar ook nog flesjes over te houden. Nu heb ik dus weer nieuwe gemaakt, dus dan ga ik de oude van verleden jaar tevoorschijn halen. Die gaan we dan opmaken, die pakken we dan gewoon over het toetje of ik doe er nog een ander fruit erheen. En deze twee die blijven dan weer staan voor het geval we ze voor medicinale doeleinden nodig hebben. Voordat ik het filmpje afsluit wil ik nog even iets leuks laten zien. Tenminste, ik vind het heel leuk. Wat hier voor mij staat, is eigenlijk allemaal wat ik gekregen heb van andere mensen. Anders dan uit mijn eigen tuin. Hier een halve cementkuip vol met stoofperen en appels. Nou, degene die niet goed zijn, die gaan naar de dieren toe. Hier heb ik een emmer vol met groenlof van dat nieuwe project, waar ik dingen heb ingezaaid en gedaan. Hier heb ik nog weer een bakje appels. Die zijn ook voor het vee. Ik kom altijd langs een meneer met een moestuin als ik naar de geiten ga. En dan staan er altijd emmertjes klaar met spullen. Dus er stonden twee emmertjes klaar. Met netjes hier eentje met de peren in uitgesorteerd. Dit zijn conference handperen. En dan een emmertje met de appeltjes voor de geiten in uitgesorteerd. En ik doe daar dan wel eens een doosje
eieren voor terug in zo'n leeg bakje. En dan krijg ik ook die eierendoosjes terug. En dan heeft hij, kijk dan, dan heeft hij overal tomaten in gedaan. Dus hoe leuk is dat dan? Ik had zelf natuurlijk maar één tomatenplant omdat ik Shabbatjaar heb. En op deze manier krijg ik dan weer verse tomaten terug. Nou, ik vind dat helemaal super. Ik heb ook mijn eerste slag al geoogst uit het nieuwe project. Dus die tomaatjes komen heel mooi verpast. Ik ga vanavond lekker door de sla heen doen. Nou, dan bedank ik jullie voor het kijken hoe ik deze vlierbessensiroop sap gemaakt heb. En misschien kom je wel weer een keer terug op dit kanaal. Tot ziens!